De Brabantse kunstenmaker Berry Martens kent veel bijzondere mensen. Anton van Alphen, de man met de blonde manen en de Viking look, mag daarom zeker niet ontbreken. Jackson Pollock is een bemaard kunstschilder. Zijn stijl past precies bij het vrije werk dat kunstenmaker Berry Martens produceert. Pollock is wat dat betreft zijn voorbeeld, zijn favoriet. Het grootste talent uit de stal van de kunstenmaker is ongetwijfeld Wesley van Helderen, die met zijn abstracte, naïeve kunstwerken furore maakt. Naast het nog te bouwen fysieke museum Martens, is er al wel het digitale museum Martens. We kregen daar nogal wat vragen over, die verderop in dit programma beantwoord worden. Het grootste talent uit de stal van de kunstenmaker Berry Martens is ongetwijfeld Wesley van Helderen. Wesley is een hele speciale die met een frisse, ongecompliceerde techniek een verrassend kleurenspel op het doek tovert. Ik leerde Berry kennen, zeg maar, in Kaamse Wapen. Al heel veel jaar geleden, zeg maar. En we zaten lekker aan een bier samen bij Kaamse Wapen binnen. En ik wist wel dat Berry kunstenaar was. En toen vroeg ik een keer aan Berry van, zou ik misschien bij jou een keer mogen schilderen? En zei hij, ja, dat zou je wel mogen. Dus op een gegeven moment heb ik mijn tekenmap meegenomen. Die heb ik ook laten zien aan Berry. En die was zo van onder indruk. Zo, je hebt talenten en je kunt met van meer. Dus sindsdien ben ik hier kunstenaar artist geworden, zeg maar. Waar bestaan jouw kunstwerken uit momenteel? Wat heb je allemaal geproduceerd? Happy Dogs heb ik gemaakt, dus Happy Honden. Dat is geïnspireerd door Karel Appel. En ik heb Happy Bikers gemaakt. Speciaal voor de Afrikaan, zeg maar. Niet voor de wielrenners, maar een teken van de wielrenners. Geïnspireerd door Berry Martens. En ik maak nu Happy Cats, dus Happy Katten. En dat is geïnspireerd door Picasso. Het zijn niet de minste, hè? Nee. Wie jij geïnspireerd bent. Nee. Hey, en wat vind je nou het leuke eraan om iets te creëren? Wat vind ik nou leuk aan? Dat ik gewoon meer vrijheid heb en dat ik zelf mag bepalen hoe ik dingen schets en hoe ik dingen schilder. En ik gebruik heel veel kleurenvariaties, het is niet allemaal hetzelfde. Maar het is gewoon verschillende schetsen en verschillende kleuren die ik dan maak, zeg maar. Hoe herken ik een echte Wesley? Hoe herken je echte Wesley? Waaraan? Aan de kleuren, aan de opzet, aan de vorm? Aan de opzet en aan de kleuren. Hey Wesley, nou weet ik uit betrouwbare bron, ja, dat men denkt dat je echt een grote kan worden in dit werk. Ja. Wat zou je nou graag willen voor de toekomst? Nou, ik wil mijn eigen bedrijf oprichten. Dat is mijn droom, zeg maar. Want Berry heeft zijn eigen bedrijf, weet je al, Muma. En ik wil gewoon Happy Wesley bedrijven oprichten. Dus niet Happy People, want dat is naapen van andere kunstenaars. Dat doe ik liever niet. Dus gewoon Happy Wesley, zeg maar. En dan wil ik, zeg maar, misschien dat ik dan een stukje samen kan werken met Berry. Want nu heb ik mijn eigen hoek, zeg maar. Ja. Maar dat ik dan, zeg maar, mijn eigen... Dat Berry zijn eigen bedrijf sowieso kan bouwen, natuurlijk. En dat ik ook mijn eigen bedrijf hier kan oprichten, zeg maar. Maar wel als kunstenaar? Wel als kunstenaar, absoluut. We gaan samen eens even lopen. Kom maar, loop met me mee, want wie zien we daar zitten? Hey, is dat de ontdekker? Jouw goede vriend? Zo. Dat is de eerste keer dat je vroeger is, want tenminste had je van smiddag hier. Hey Berry, ja. Is deze jongen jou in de schoot geworpen? Wat zeg je? Was het stom toeval dat jullie elkaar kennen? Of is hij, zeg maar, doorgebroken al als artiest? Hoe zit dat? Vertel eens. Het is geen toeval, we kennen elkaar al heel lang. Ik maak een biertje bij de Kaamse Wapen. En hij wilde graag schilderen. Ik zei, nou, dan gaan we gewoon beginnen in het atelier. Ja. Is hij gekomen en vanaf dag 1 heb ik een beetje begeleid met het schilderen. Ik zei, nou ja, dan gaan we natuurlijk geen Happy People maken, want we gaan met die naschilderen. Dan beginnen we met Happy Dogs. Ja. Nou, en dat inspireert elkaar al appel inderdaad, de eerste. En dat doet hij verschrikkelijk leuk. Dus kom maar eens kijken, hij heeft echt een hele mooie connectie. Okay. Ja, lopen jongens, kom maar. Ja. Nou, leg ze maar weg, leg ze hier aan de tafel. Leg ze gewoon allemaal weg door elkaar, maakt niet uit. Nee. Oh jee zeg.
Hé. Hey. Ja, nou, dit is van de serie Happy Dogs. Ja. Die ook duidelijk. Nou, dit is een Happy Cat. Hier ook nog een Happy Cat. Ja. En dat zijn de bikers. Ja. Ik heb even een vraagje, Wes. Kun jij, doe het even een beetje naar rechts, hebben wat meer licht. Lukt dat? Of hoe gaat dat? Of... Ja, dat gaat niet meer. Nee. Oh, dat gaat. Nou, laat maar gaan. Dan doen we er even een lichtje bij. Zo, wacht even. 1, 2, 3. Yes. We gaan gewoon verder. Kunstenaar. Ja, dus hele series gemaakt. Eerst Happy Dogs, toen Happy Cats. Ja. En Happy Biker Vandaag van Kaan. Ja. Geïnspireerd door Karel Appel, Picasso en Berry Martens. Ja, ik ben de man van Happy People. En ja, die andere twee kennen wij helemaal niet, hè? Karel Appel. Ja, wie is Picasso? Ja, wie is Picasso, weet het ook. Dus, maar hij ontwikkelt zich echt heel goed. Ik laat hem ook eerst schetsen. Laat ik hem schetsen eventjes zien. Ja, oké. Okay. Dat is een boek. Pak je schetsen maar. En dat is heel leerzaam, want dan schetst hij eerst. Ja, en dan pas. En van die schetsen uit creëert hij de dogs of de. Oh. De en dat is hartstikke leerzaam natuurlijk, dan krijg je eerst een goede vorm. Hier heb je ook een hond. Ja. Hey, wat mij opvalt, jij werkt ook veel met kleuren, maar dat is denk ik ook wel kenmerkend voor Wesley. Hè? Het ziet er allemaal heel vrolijk uit. Ja, ja. Het is, dat heeft natuurlijk helemaal zelf ontwikkeld. Daar bemoei ik me zeker, ik bemoei me verder helemaal nergens mee. Want het is de opstap naar vrij werk. Ja. Straks gaat hij vanuit dit. Grotere doeken, die staan al klaar. Ik heb een hele doos met grote doeken gekocht voor hem. Mm-hmm. Maar dat komt allemaal uit het potje. Wat we kopen ze voor €50 per stuk. Dat verzamelen we. En dat doen we ter ondersteuning van de kunstenaar Wesley. En daar kopen we materialen voor. We gaan hem mee naar museum. Ja. We begeleiden hem op allerlei manieren. Dat hij dus gewoon echt de wereld in komt de komende jaren. En ik denk eind van het jaar, begin volgend jaar. Dat je zijn eerste grote doek gaat maken. En daar komt het. Dan gaan we hem dus helemaal de vrijheid geven. Dus het eerste doek, het grote doek, moet hij gaan maken. Helemaal uit zijn eigen fantasie. Dus zonder dat we iets zeggen. En dan ben ik heel erg benieuwd wat daaruit komt. Hey, wat spannend, Wesley. Ja. Hey. Ja, en ik zie hier op de grond wat staan. En er is nog iets. Want ik verkeer in de gelukkige omstandigheid. Dat ik eigenaar ben geworden samen met mijn echtgenote. Ja, van een van de vroegere werken van Wesley. Happy Dogs, maar die moet nog. Zoals best, ja, want het is nog niks nu, hè, zonder dat zijn. Niet meer weg. Kijk, en dan zie je ook, even kijken. Ja. Hoe goed dat je dat doet. Wauw, ja. Oh, wat leuk, zeg. Ja. Kijk, dus van de schets komt het echt niet. Ik vind het echt hier dan toch nog wat beter uitgevoerd. Ja, toch? Ja, absoluut. Ja. Nou, zet hier de hand tegen, maar hier meer ruimte. Jongen. Wacht even, even wachten. Is er? Ja, dat is natuurlijk een belangrijk moment. Ja. Nou, als je me zegt geld waard, Walter. Ja, nou, dat zei hij ook. Kijk, handtekeningetje erbij. Doe maar, hè. Ja. Nou. Alsjeblieft. Wil je die overhandigen? Oh ja, leuk man. Nou, Wes, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Kijk, we zien nu een hand in beeld, dat ben ik. Berry, ik denk dat het wel goed komt met hem. Het gaat helemaal goed komen. Nou, geweldig jongens. Hartstikke bedankt. Ik kom er niet goed, is het ook goed. Ja. Lukt dat? Ja, het is een van mijn favoriete schilderijen. Ik ben hier al heel lang aan bezig geweest, maar ik vind hem nu wel af. En ja, dit is... Heel veel mensen kennen mij hier niet van, maar mijn abstracte werk... Daar heb ik zoveel leuke dingen van gemaakt, maar dit is wel mijn lieveling, denk ik. Ja, denk mijn lieveling. Geïnspireerd op Jackson Pollock. Ik ken Jackson Pollock sinds ik in New York ben gaan exposeren. Kijk, ik ben zomaar gaan schilderen, ik ben naar New York ingegaan. En als je dan bezig bent, dan ga je natuurlijk steeds meer interesseren. In allerlei kunstenaars. Dus musea bezocht, het MoMA. Hè? Wij hebben straks het MUMA, of hebben we nu al. En dit komt dus zeker in het MUMA te hangen. Inspired by Jackson Pollock.
titel moet ik nog even verzinnen, maar misschien is dat misschien al wel een leuke titel. Inspired by Jackson Pollock. Groot geworden door Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim heeft in Venetië ook een paleis gekocht en omgetoverd tot museum. Het Guggenheim Museum. Staat ook in Bilbao natuurlijk ook. Staat ook in New York. Prachtige musea. Maar die heeft bijvoorbeeld zo'n Jackson Pollock gewoon groot gemaakt. Van, kom, je gaat mee naar Venetië en ik lanceer jou. En sindsdien is hij wereldberoemd. Hij heeft er helaas niet veel van kunnen genieten. Hij is tegen een boom aangereden in zijn 48. Maar Jack de Dripper, want hij heeft alle schilderijen maakte die gewoon op de grond. Hele grote vellen legde die weg. En dan knalde die op met zijn verf. Zo maak ik dit ook. Dus altijd liggend. Doen veel kunstenaars trouwens. Kun je dikker met verven gebruiken. En Jackson Pollock. Ik ben hem overal gaan bekijken. Ik heb hem in het MoMA gezien, in Guggenheim. Bijna alle musea die ik in de wereld gehad heb. Links rechts hangt hij. En het is zo indrukwekkend als je voor die schilderijen van hem staat. En hij is ook bij de beste 10 beste, bij de duurste 10 schilderijen ter wereld gekomen. Ze hebben pas eentje verkocht van 120 miljoen. Ja, ik bedoel maar. Maar ja, dat is ook zoiets, hè. Geld. Ja, natuurlijk moet het geld waard zijn. En, ja, of niet. Wanneer ben je nou beroemd? Wanneer ben je goed? Als Peggy Guggenheim niet opgepakt had, had misschien niemand Jackson Pollock gekend. Dat is met Van Gogh ook zo gegaan. Hè? Van Gogh heeft 1 schilderij verkocht. Zijn broer erft alles. Die is 2 maanden later dood. En zijn vrouw denkt van nou, dan ga ik er maar in handelen. Nou, zijn vrouw gaat erin handelen, van Theo van Gogh, dus van zijn broer. En die maakt daar een succes van. Die begint er echt goed te verkopen. En daardoor is Vincent van Gogh beroemd geworden. Had zij dat niet gedaan, had niemand Vincent van Gogh gekend. Dus het is natuurlijk ook een kwestie van handelaren, beleggers, die iets dat tot kunst verheffenen. Maar Pollock, ik denk dat het mij echt gewoon nog steeds op nummer 1 staat. Hoe lang ben jij nou bezig geweest, Barry, met zo'n kunstwerk? Ja, dit maak je in fases. De primaire kleuren zitten erin. Ik heb echt 5 blikken verf gekocht. Rood, blauw, geel en wit en zwart. Eerst de primaire kleuren heb ik. De eerste laag was de blauwe, toen de gele, toen de rode. En uiteindelijk heb ik ook nog wit en zwart erin gegooid. Dat heb ik echt uit de blik gedaan, met de spatel zelfs nog erin. Dus voor iedere kleur spatel zit de spatel er ook in. Dus dit is opgebouwd, eerst blauw, drogen een week of 2, weer een week of 2. En zo ben ik gewoon altijd blijven kijken naar de schilderij. Jaren ben ik blijven kijken. Tot ik zeg, nou ja, nou is het gewoon goed. Nog een beetje wit erbij hier. Hier een beetje zwart erbij. En hoe heet het schilderij? Nou ja, ik heb nog steeds geen echte titel. Dus als iemand een idee heeft, dan... Ja, misschien is dat ook wel leuk. Ja, om deze ook in de titelstrijd te gooien. Want ik tegenwoordig weet met heel veel titels, laat ik mensen meedenken over de titel. Is misschien nog niet zo gek om dit ook in de titelstrijd te gooien. Nou, perfect plan zou ik zeggen. Ja. Dan kunnen ze zelf een naam verzinnen. Ja, en degene die het goed... Happy People of the World, Facebook. Ja, die krijgt altijd een leuk presentje van mij. Ik heb natuurlijk altijd leuke kopperschotels. Ik heb allemaal hele leuke Happy People producten. En de mensen zijn er altijd blij. Er zijn echt al tientallen mensen een prijs komen halen van de titels die ze meegedaan hebben. Ik vind het fantastisch. Ik heb ondertussen duizenden titels gegeven aan mensen. En ze vragen er ook gewoon om. Want gewoon wat leuk dat jij dat doet. Ja, nou ja, dus is weer iets wat ik gewoon blijf doen. Mensen betrekken. En daar is het nu ook voor bedoeld. Gewoon blijven mensen betrekken. Gewoon iets leuks wegzetten. Iets moois. We hebben via museummartens@gmail.com nogal wat vragen gekregen over het digitale museum en de kunstwerken die er als non-fungible token, oftewel NFT, hangen. Naast ieder kunstwerk hangt rechtsonder een bordje met informatie. Daar kun je op klikken om de link te benutten. Zo verlaat je special, ik ga dat nu even doen. En dan zie je daar via de link openc.io/museummartens de afbeeldingen van alle Happy People of the World landen in de wereld. Het zijn er heel veel, zo'n 229. Daar kun je makkelijk doorheen scrollen. Doe het zelf eens een keer en neem er vooral je tijd voor. Wil je meer informatie? Kijk op de betreffende afbeelding, in dit geval Argentinië. En je kunt er zelfs op bieden als je die NFT wil bemachtigen.
We gaan weer terug en lopen de hal in van het Digitale Museum. Eens kijken wat hier allemaal te vinden is. We zien hier bijvoorbeeld de afbeelding van de Happy People of the World NFT's van de landen van Europa. We zoomen in en kijken of we de informatie kunnen vinden die we wensen. Dat gaat perfect. Dit zijn alle landen en steden van Europa. Via deze link zijn dat er zo'n 491 en hier staan ze. Hongarije in dit geval, Antwerpen, België. We kunnen er bijvoorbeeld eens op eentje klikken. Wat dachten jullie van Athene? Dat duurt een paar seconden, maar dan heb je ook wat. De Happy People van Athene, daar is die. En je vindt zo alle gewenste informatie. Wil je deze Griekse NFT kopen, dan kun je alle informatie op deze pagina vinden. We laten er nog één zien om een goed idee te krijgen hoe alles werkt. In dit geval een kunstwerk. En dan kom je bij de rubriek Art Dealers van MUMA. Daar zie je dit geweldige schilderij, Weissensee genoemd, met alle benodigde informatie. Ook hier kun je uiteraard op bieden, zodat je de eigenaar ervan wordt. En hieronder zie je meer van deze collectie verschijnen. Art Dealers of MUMA. We klikken er nog één aan. Even zien, deze dan maar. En ook hier vind je dan weer alle informatie. Mocht je deze NFT of het origineel willen bezitten, neem dan contact op met museummartens@gmail.com of bel naar dit telefoonnummer +31 06 484 98573, dus +31 06 484 98573. Waar wilt u naartoe? Ik had gedacht Anton. Anton van Alphen. Laten we eerst denken, ja? Is goed. Laten we dat eerst doen. Brabantse artiest Berry Martens kent veel bijzondere mensen. In deze serie zal hij er een aantal ontmoeten. Anton van Alphen, de man met de blonde manen en vikinglook, mag daarbij zeker niet ontbreken. Zo. Nou. There we go. Weet je wat ik dan vergeten ben? Nee. Sleutel op de kofferbak. Oh, zit die erin? Dat was moeilijk. Zit in de kofferbak. Allereerst ging hij op bezoek in Antons bijzondere mancave, annex hobbyruimte, annex werkplaats, annex opslagplaats, annex bar. Een plek vol geleide chaos, om het zomaar eens uit te drukken. Zo. Nu kunnen we rijden. We hebben een hangar. Ja, oké. Okay. Rust. Dit is nog hier. Dit zit echt. Tommy zegt hier voor niks, geef alles lekker sperrvogel. Doe het zelfs wakker, niks bij. Ja, fantastisch bedrijf. Heel kalm met erover. Bij hem kunnen altijd terecht. Helpt iedereen. Kijkt niet naar geld. Helpt gewoon echt iedereen voor een leuke prijs. En start voor iedereen klaar. En dat is, ja, nee, maar hij helpt echt ook iedereen. Hij probeert ook echt iedereen, ook wat financieel. Oh, dan wachten we nog even, dan is het toch wel goedkoper. En dat siert jou zo enorm. Multicultureel, hè? Ja, en alle, van alle nationaliteiten komen bij hem de auto keuren. En is er dan iets aan, dan denk je, oh, nou, ik heb nog iets liggen. Ik ga het even maken en dan ben ik eigenlijk betaalbaar klaar. Kijk, dat is een insteek, dat vindt er nergens gewoon meer. Dat is gewoon voorbij. Als je een beetje garage binnenrijdt, ja, dan kijken ze net aan. Dan lijken wel een soort ziekenhuizen. Maar bij hem is dat ook gewoon echt. En dat heb ik al zo geweldig gewaardeerd in jou. Maar daarnaast is Anton gewoon een heel aardig gezellig event. We kunnen een geweldig glas bier mee drinken. Ik ben weer in Londen geweest. Het was hartstikke gezellig. Regelmatig nak. Ja, dan nak. Nodigde hij ons uit. Hij had daar een witbox met de stoelbedrijven samen. Prachtige avond gehad daar. Ja. Ja, ook in Kamp gewoon bij Atterbeer pilsje pakken. Of, ja. Of lekker hier in het café bij Anton. Het gewoon een café in de garage of een garage in de café. Ja, ik weet het eigenlijk niet, maar hoe, ja, hoe moeten we dit noemen, combinatie, Anton? Combinatie. Combinatie. Ben je hier veel, Anton? Ja, als ik thuis ben ik hier. Ja, hier voel ik mij. Ik heb hier alles bij de hand. Jouw mancave?
Dat is mijn mancave, ja. Ja, hier ben ik de baas ook zeker altijd. Hé, hey, en buiten het feit dat deze mancave wat mij betreft een grote variatie heeft aan, qua inboedel. Hè, we komen hier van alles tegen. Ja, valt natuurlijk die wagen daar. Ik weet niet of je er iets van kan zeggen. Dat valt wel op, hè? Ja, wat is dat voor een bak? Dit is een oorlogsvoertuig. Dit is een Citroën, hè? Prachtig object. 1939. Goh, prachtig. Ja, ik vind het natuurlijk wel een object. Wat goed geconserveerd. Ja, kijk, als ik dat... Hij is goede vrienden, dat scheelt ook. Ja. Jullie houden elkaar... Altijd eentje pakken en dan gebeurt er niks. We zijn immuun voor alles. Alle mensen, jongens. Hey. Dat ligt er niet om. Nee. Ja, daar heb ik het nou. Vrouw helpt ook fantastisch mee, Karin. Drie dagen in. Ik heb gewoon een leuk bedrijf, leuk personeel. Ja. En wat moet ik me dan voorstellen, Anton? Ik ben heel nieuwsgierig. Je hebt een bedrijf waar je auto's keurt en sloperij, geloof ik. Hè? Ja, is niet goed. Alles een beetje bij elkaar. Gewoon vooral keuren, hè? Vooral auto's keuren, daar draai ik helemaal even naar op. En ik doe een klein beetje auto keuren en een beetje of auto repareren en een beetje spuiten. En van alles gewoon een beetje. Ja, ik heb drie jongens aan die daar een beetje altijd mee bezig zijn. Dus dat houdt je wel van de weg? Ja, dat houdt je wel van de weg, ja. Geweldig, man. Ongekende lukte. Ja, ongekend. En merk je wel dat er een verandering is met de autokeurderij? Want jij, nu wordt het allemaal elektrisch, of heb je daar geen last van voorlopig? Nou ja, daar groeien we gewoon weer mee op. En we passen daar gewoon weer een beetje aan. En daar komt ook allemaal weer wel, denk ik, van eens. Dus je moet wel van alle markten thuis zijn? Ja, je moet wel op dit moment multifunctioneel zijn om nog iets te bewerkstelligen. Maar ja, met goed apparatuur kom je overal zo. Maar als je al zo lang hier woont, hè, en jullie kennen elkaar goed, wat is dan voor jou zo direct de leukste herinnering aan iets doen of samen doen met Berry? Nou, ik zeg al die avondjes nacht, heb ik mij super in geamuseerd. Zo af en toe die feestgesprekken die je wel hebt. En aan Londen, dat vond ik ook geweldig. Dat vond ik ook een geweldige ervaring. Ja. Gewoon een geweldige vent. Altijd aardig. Wilt iedereen helpen. Humor. Ja, als wij een pilsje pakken samen, dat is gewoon zijn altijd geweldige avonden. Valt er geen één verkeerd woord. Alleen maar plezier maken met elkaar. Ja, nee, maar gewoon ook echt. Hey, wij zijn echt aan elkaar. Ja. en dat merkt hier in Kaam. Gelukkig zo'n dorpje nog. Hey, dan zou ik hier ook nooit weggaan. Dan moet het museum, Muma, moet ik in Kaam terechtkomen. Dat is een gemeenschap, dat is zo verschrikkelijk leuk. Wij zijn allemaal nog echt. En de mist in de stad wel eens. Zeker in Hilversum, waar we naar komen. Anton en Berry kennen elkaar al jaren. En het wederzijds respect is voelbaar. Ook is het vooral duidelijk dat ze allebei graag buiten de lijntjes kleuren. En zich in geen enkel keurslijf laten persen. Nee, deze levenskunstenaars hebben zo hun eigen protocol.